Goedendag en welkom bij Adpro Markets Nederland. Dit is een nieuwe video in de videoreeks waarin wij ingaan op de basisbeginselen en begrippen van Forex, ofwel valutahandel. Bent u een aspirerend of beginnend Forex trader? Blijf dan vooral kijken. In deze video zullen we ons richten op de voornaamste voordelen van de Forexmarkt. We bekijken deze integraal, beginnende met het beginnersperspectief. De voordelen en risico's van de valutamarkt worden uitgelegd met een focus op deze groep. Vervolgens zullen we de voordelen van de valutamarkt voor gevorderden of professionals worden verklaard. Voordat wij verder gaan, vraag ik uw aandacht voor onze risicoverklaring. Wij raden u aan deze aandachtig door te lezen. Hetgeen u op uw scherm ziet is slechts een extract. U kunt de volledige versie nalezen op onze website. Een link is te vinden op de slide of in de beschrijving onder deze video. Indien nodig kunt u de video pauzeren. Blijft u kijken, dan gaan wij ervan uit dat u de risicobepaling heeft begrepen en heeft geaccepteerd. Een van de eerste vragen waarmee elk aspirerend of beginnend trader wordt geconfronteerd is: welke markt of welk instrument moet ik kiezen? Je kan denken aan futures, opties, grondstoffen, aandelen, obligaties of valuta's. Sommige markten zijn gemakkelijk toegankelijk voor iedereen, waar andere gereserveerd zijn voor professionals. Moderne technologie heeft ervoor gezorgd dat het aanbod aan beschikbare markten en instrumenten voor retail, oftewel particuliere traders, enorm is uitgebreid. Elke markt heeft voordelen. De Forexmarkt heeft enkele unieke aspecten, welke voor zowel beginnende als gevorderde traders aantrekkelijk kunnen zijn. In deze video zullen we ingaan op de voordelen van handelen in Forex. Forex trading is de afgelopen decennia wijd toegankelijk geworden en heeft enorm veel populariteit gewonnen. In Nederland echter is Forex trading zelf en de voordelen van valutahandel redelijk onbekend en onderbelicht. Wij merken dat steeds meer mensen zich afvragen wat het precies inhoudt en wat de voordelen van handelen in Forex zijn. An sich en tegen de achtergrond van andere, wellicht beter bekendere instrumenten. Wanneer men begint met trading is er een leercurve. Men bouwt gaandeweg kennis en begrip op van de dynamiek van de markten of karakteristieken van de instrumenten en raakt bekend met de praktische regels. Door het doen bouwt men vaardigheden op basis waarvan een routine ontstaat, hetgeen werkt voor een individuele trader. De ene markt is hier beter voor geschikt dan de andere. Een van de meest sprekende voordelen van forexhandel is dat men kan starten met een relatief lage inleg. Trading in andere markten of instrumenten vergen doorgaans een hogere inleg en hogere bedragen per trade. Bij sommige brokers kan men al voor €100 aan de slag. Bij Admore Markets ligt het minimale startbeleg rond de €200. Dit maakt voor beginners de drempel tot instap wat lager. Mocht uw start als Forex trader ook het begin van uw algehele tradingcarrière markeren, willen wij ook aanmerken dat er andere cruciale karakteristieken en aspecten zijn die in acht moeten worden genomen bij het kiezen van een broker. Denk aan bescherming van uw kapitaal en overeenstemming van beleid met richtlijnen van financiële toezichthouders. Wij zullen hier in een komende video verder over uitweiden. Liquiditeit. De Forexmarkt of de valutamarkt is de meest liquide markt ter wereld. Naar haar aard is de Forexmarkt constant in beweging. Internationale handel maakt dat er constant vraag is naar geld en aanbod van. Een van de grote voordelen van valutahandel is dat de markt 24 uur per dag, 5 dagen per week geopend is. Dit betekent dat het door de u geprefereerde handelsschema niet hoeft worden aangepast. De openingsuren van de Forexmarkt bieden in principe geen restricties. Dit is een belangrijk pluspunt voor ieder die voornemens is naast de dagelijkse activiteiten zoals werk, gezins of sociaal leven te traden. De valutamarkt is toegankelijk voor iedereen wereldwijd. De dag is verdeeld in verschillende sessies, wat inhoudt dat er veel activiteit per sessie is, dus constante vraag en aanbod vanuit een bepaald werelddeel.
Onder normale omstandigheden is er vrijwel altijd beweging in prijs, wat mogelijkheid biedt tot in- of verkoop. Deze frequente beweging maakt dat naast lange termijn handel er ook mogelijkheid is tot korte termijn trading. De mate van liquiditeit bepaalt ook gelegenheid om snelle resultaten te behalen. Men neemt een positie in en de markt reageert en beweegt in de door de trader beoogde positie of niet. De hoge liquiditeit maakt dat deze verschuiving in een zeer kort tijdsbestek kan plaatsvinden. Men kan onder omstandigheden binnen minuten, uren of dagen een winst- of verliespost bijschrijven. Vele daytraders of intradaytraders prefereren om die reden de forexmarkt. Korte termijn trading heeft naast de snelle winst of verliezen ook grote aantrekking op beginnende traders die nu de terugkoppeling sneller is. Wanneer men pas begint met trader, wil men de resultaten van een nieuwe strategie of technieken kunnen meten. Door het meten van de prestatie kan men bepalen wat werkt en wat niet werkt. Forex trading boven andere vormen van beleggen en investeren leent zich bij uitstek voor korte termijn handel en voorziet de trader daarbij van de meest directe vorm van feedback. Door de enorme populariteit onder zowel professionele als recreatieve traders zijn er grote voordelen in forex trading met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid van handelsplatformen. Een van de voordelen van forex trading is de state-of-the-art technologie. Software en technologische ontwikkelingen wordt vaak voor vanzelfsprekend aangenomen, maar is beslist een van de belangrijkste voordelen van forex trading. Dit is met name evident wanneer men het afzet tegen platformen van andere instrumenten. Waar veel futures, aandelen en optiebrokers handelsplatformen aanbieden die jaren geleden zijn ontwikkeld, bieden forexbrokers de nieuwste platformen aan. Ook derden spelen handig in op de vraag naar praktische en gebruiksvriendelijke software. Zij bieden state-of-the-art programma's, apps en softwareuitbreidingen. Admiral Markets levert vooraanstaande forex trading platformen, MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Deze trading platformen zijn beschikbaar voor Windows geopereerde computers en laptops en er zijn speciale appversies beschikbaar voor Android en Mac apparaten. Voor Apple Mac gebruikers biedt Admiral Markets tevens een MetaTrader versie compatible met Mac's besturingssystemen. Tevens bieden wij de mogelijkheid een demo-rekening te openen. Een demo-rekening stelt een beginnend trader in staat ervaring op te doen op de forexmarkt zonder het risico van verlies van eigen geld. Op een demo-rekening handelt men in virtuele middelen. De voordelen hiervan zijn niet alleen toepasselijk voor ambitieuze beginners, ook ervaren traders kunnen er baat bij hebben hun nieuwe strategie risicovrij uit te testen op een demo-account. Het biedt de mogelijkheid te oefenen en te testen totdat de resultaten stabiel zijn en voldoende vertrouwen is opgebouwd in het eigen kunnen. Op dat moment kan men ervoor kiezen een live account te openen en eventuele winsten en verliezen te dragen. Behandel de trades op een demorekening hetzelfde als u zou doen met trades op een live rekening, om zo het meeste uit de opgedane ervaring te halen. Naast het oefenen van uw tradingstrategie heeft dit het voordeel dat u gewend raakt aan de praktische functionaliteit van het tradingplatform. U zal zelf ervaren hoe gebruiksvriendelijk tradingsoftware is. Hoewel de eerder genoemde voordelen van forex trading erg praktisch en belangrijk zijn, is een van de onderscheidende voordelen van handelen in valuta dat dit mogelijk is in beide richtingen zonder bezit te nemen. Men kan dus een asset verkopen zonder deze te bezitten. Het verkopen van activa of assets zonder deze eerst te bezitten noemen we shorting, short gaan of short selling. De gouden regel voor short selling in de handelsfilosofie is normaliter laag inkopen om hoog of hoger te verkopen. Het doel is optimaal van de stijgende koersen te profiteren. De tegengestelde situatie is veel voorkomend en beter bekend. Een verkooppositie innemen en deze sluiten wanneer de prijs lager is. Op vergelijkbare wijze kan men in de forexmarkt van een dalende koers profiteren.
Hoewel het bij aandelen en futures ook mogelijk is short te gaan, is dit in de praktijk veel gecompliceerder. Tevens kan het worden beargumenteerd dat aandelen onder normale economische omstandigheden de natuurlijke tendens hebben te stijgen en eventuele waardeveranderingen in de neerwaartse richting door sommigen als minder duurzaam en minder betrouwbaar geacht worden. Dit is een veelgedeelde mening en naast het feit dat short gaan in aandelen lang niet zo simpel is als in de forexmarkt, een mooie illustratie van de voordelen van shorten in de forexmarkt. Simpel gezegd, in de valutamarkt kan je activa verkopen als je denkt dat de koers zal dalen met een enkele muisklik. Het mogen duidelijk zijn dat dit een erg belangrijk voordeel van valutahandel boven handel in andere markten is. De forexmarkt is in die zin een van de meer flexibele markten. Ongeacht de marktcondities zouden er onder normale omstandigheden meer mogelijkheden zijn om te traden. Er zijn drie prominente marktomstandigheden waar een markt in verkeert. Een opwaartse trend, waar men als trendvolgende trader zoekt naar buying posities. Een neerwaarts bewegende markt en een zijdelings bewegende markt. Doordat de valutamarkt ruimte biedt voor short selling, kan men tevens in een neerwaartse en in een zijdelings bewegende markt blijven traden. Ongeacht de marktomstandigheden biedt de forexmarkt trademogelijkheden. Deze mate van flexibiliteit is redelijk ongewoon en schept gelegenheid tot continuïteit en activiteit die zeker voor de beginnende trader cruciaal is. De hefboomwerking. De vuistregel bij de meeste vormen van beleggen en investeren is: hoe groter het kapitaal, des te groter de positie die men kan innemen. Het beschikbare kapitaal bepaalt direct het handelsvolume. Een van de meest bekende en voor velen meest aantrekkelijke voordeel van valutahandel is de zogenaamde hefboomwerking. Dit is het wapen uit het arsenaal van voordelen van forex trading wat de doorslag geeft voor de meeste traders. De hefboomwerking is gunstiger dan in andere markten. Met een maximale hefboomwerking van factor 500 voor professionele traders kan een handelaar een positie innemen van maximaal 500 keer groter dan hij of zij zou kunnen innemen met uitsluitend eigen kapitaal. Op deze manier kan men grotere posities innemen en daaraan evenredige potentiële winsten of verliezen boeken. Echter, vele traders gaan te lichtvoetig voorbij aan de laatstgenoemde nuance. Trading is naar aard risicovol. Het potentieel voor hogere winsten is inherent verbonden aan een groter risico. Ingaande augustus 2018 is Europawijd bepaald dat deze groep van traders tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden. De maximale hefboomwerking voor niet-professionele retail traders is beperkt, ongeacht welke Europese broker men handelt. Ook deze groep wordt nog steeds de mogelijkheid geboden een grotere positie in te nemen dan het eigen kapitaal toelaat, echter op een andere schaal. Wij verwijzen u naar onze website voor de details. Eerder genoemde vormen vanuit het perspectief van een beginnend trader de vijf meest voorkomende voorname voordelen van forex trading. Naast deze algemene voordelen van de valutamarkt zijn er tevens specifieke forexbrokergebonden voordelen. Bij Admiral Markets krijg je tophandelsvoorwaarden en waardevolle educatiematerialen om te beginnen met handelen. Een van de in het landschap van financiële dienstverlening zeer unieke baten is de optie die forexbrokers bieden om diensten risicovrij uit te proberen. Door gebruik van een demorekening kan men de tijd nemen om handelsvaardigheden en kennis uit te breiden, zonder risico van verlies van eigen geld. Op een demo-account handelt men namelijk met een virtuele balans. Via de Admiral Markets demo-account kan men risicoloos handelen, testen en experimenteren. Zo creëert men gewenning aan de markt, de dynamiek tijdens verschillende marktomstandigheden en doet dit alle met fictief geld. Eventuele beginnersfouten komen men dus niet duur te staan. Bij Admiral Markets gelden er geen beperkingen aan de demo-account. Deze blijft onbeperkt geldig. U bent vrij net zo lang te oefenen en vaardigheden bij te slijpen op uw eigen tempo
zolang u nodig acht. U kunt een demo-account makkelijker openen door op de link op de slide te klikken of de link onder deze video. Voor hulp en assistentie bij het openen van uw trading-account of praktische vragen omtrent het gebruik daarvan, staat ons deskundige team bij Admiral Markets Nederland voor u klaar. U kunt hem bereiken via telefoon of e-mail. De contactgegevens kunt u terugvinden op de contactslide, later in deze video, en in de beschrijving onder deze video. Admiral Markets stelt naast ons gratis demorekening ook tal van educatieve materialen beschikbaar, om zo uw kennis uit te breiden. Een greep uit de beschikbare educatiehulpmiddelen kunt u op de slide teruglezen. Voor een volledig overzicht verwijzen we u graag naar onze website, waarvan de link op elke slide staat. We bieden een scala aan informatieve materialen, van educatieve artikelen en video's tot praktische tips en volledige online cursussen en aankomende marktanalyse. De combinatie van een demo-account en de brede ondersteuning van onze trading-expert is een perfect startpunt voor de beginnende trader. We hebben het gehad over de verschillende voordelen en de risico's daarbij aangestipt. Wanneer men het heeft over de voordelen van forex traders voor beginners, gebiedt de volledigheid ons nogmaals stil te staan bij de risico's die inherent verbonden zijn aan deze voordelen van forex trading en forex in het algemeen. Aangezien forex de grootste financiële markt ter wereld is, is het mogelijk om een hoge mate van volatiliteit te verwachten. Veel beweging betekent veel kansen, maar ook veel volatiliteit. Volatiliteit is in zichzelf niet negatief of niet positief. Hoewel de hoge volatiliteit voor handelen goed kan zijn, kan dit, zeker in combinatie met een hoge hefboomwerking, soms leiden tot aanzienlijke verliezen. In bepaalde gevallen zou het verlies zelfs de initiële inleg kunnen overschrijden of rekeningtekorten kunnen creëren. Bij Admiral Markets is er een negatieve balance protection in werking die een trader beschermt tegen zulke buitensporige verliezen. Bij het kiezen van een broker is het van belang om te checken wat hun beleid is en welke additionele beschermingen worden geboden vanuit nationale of regionale regulatie. Europese brokers moeten per augustus 2018 bescherming bieden voor een selecte groep traders. Dit geldt voor de zogenaamde retail traders. Let wel dat wettelijke regelgeving een minimale garantie inhoudt. Het kan per broker verschillen of zij, net als Admiral Markets, hier nog extra bescherming of garantie bovenop bieden. Check dit altijd en kijk wat de verbonden voorwaarden zijn. Als trader is het belangrijk te begrijpen wat de keerzijde van elk voordeel is. Vertrouwdheid met de producten en de markt opbouwen via een demorekening is een goed begin en volledig risicoloos. Mocht u meer willen weten over de risico's en risicomanagement, raden we u een aankijkje te nemen in onze educatieartikelen op de website en op ons YouTube-kanaal. We hebben hiermee de meest prominente voordelen van forex trading voor beginners onderzocht en toegelicht en de bijbehorende risico's. Laten we nu een kijkje nemen wat deze markt aan professionals biedt. Als professionele forexhandelaar bent u waarschijnlijk goed op de hoogte van de voornaamste voordelen van valutahandel en de bijbehorende risico's. Mocht er enige twijfel bestaan of u wilt ervan verzekeren dat u goed op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen, raden wij u sterk aan daar verdere aandacht aan te besteden. Buiten de zojuist besproken voordelen van forex trading zijn er andere voordelen die met name voor de professionele, ervaren traders gelden. Wij zullen hier de belangrijkste pluspunten voor traders met jarenlange handelservaring onderstrepen. We behandelen in genoemde volgorde het volgende: signalen, traden voor anderen en loyaliteitsprogramma's en bonussen. Laten we eerst kijken naar het voordeel van het gebruik van signalen. MetaTrader 4 en MetaTrader 5 zijn geïntegreerd met MQL-signalen. Deze functionaliteit biedt succesvolle handelaren de optie hun handelssignalen gemakkelijk te kunnen verkopen aan andere traders die het MetaTrader-platform gebruiken.
Dit is een van de manieren waarop professionals meer uit hun tradingervaring en skills kunnen halen. Een bijkomend voordeel is dat dit kan dienen als stok achter de deur. Een goede handelsstrategie en discipline in toepassing en uitvoering verhogen de waarschijnlijkheid van positieve en consistente resultaten. Dit heeft in dit geval een tweeërlei voordeel. De forexmarkt is de financiële markt met de meeste participanten. Er is dus veel vraag naar handelssignalen. Het afgeven van handelssignalen in de forexmarkt heeft een groter potentieel tot afname van deze signalen. Naast de reguliere MetaTrader handelssoftware biedt Apple Markets een unieke en exclusieve uitbreidingsplugin, MetaTrader Supreme Editie, waarmee je de reguliere MetaTrader een boost geeft en van ruim 60 extra innovatieve en praktische functionaliteiten gebruik kunt maken. Een ander voordeel van forex trading voor professionals is dat de opzet van de forexmarkt ruimte biedt voor de professionele trader om activiteiten als accountmanager te ontplooien. Het onderscheidende voordeel tussen het versturen van signalen en accountmanagement is compensatie voor volume. Met andere woorden, wanneer u een signaal stuurt, betaalt een persoon een vaststaand bedrag. U ontvangt een vooraf vastgestelde compensatie ongeacht of uw volger 100 of 100.000 inlegt. Bij het beheer van accounts van traders is er meer flexibiliteit in het vergoedingssysteem. Een dergelijk systeem kan gebaseerd zijn op een succesvergoeding, volume of andere factoren. Forex account management is tevens een voorbeeld van hefboomkracht. Anders dan in de hefboomwerking is het niet gebaseerd op het vermenigvuldigen van de rijkwijde van ons kapitaal. In dit geval halen we meer uit onze vaardigheden als trader. Vrijwel vergelijkbaar met de hefboomfinanciering stelt men erop in een extra manier te creëren om extra gelden tot de beschikking te hebben. Informeer wel altijd bij een onafhankelijke juridische expert naar de specifieke voorschriften en regelgeving die in uw jurisdictie van toepassing zijn. Uw broker kan u meer vertellen over het gebruik van expert advisors, ofwel signalen en account management aanbiedingen in uw regio. Voor professionele traders is een van de meest sprekende voordelen van forex trading dat het een goede basis biedt voor uitbreiding naar andere markten. Vele traders kiezen ervoor hun vaardigheid toe te passen in andere markten en op andere instrumenten. Een gevorderde trader kan meer voordeel uit forex trading skills halen door zijn of haar portfolio te diversificeren. Dit kan een goede manier zijn om de mogelijkheden te vergroten en de risico's te spreiden. Forex is de meest liquide en dynamische markt, wat een goede leerschool maakt en fundament kan bieden voor uitbreiding naar andere markten. Een van de brokergebonden voordelen van forex trading voor professionals zijn de zogenaamde bonus- en loyalty-programma's. In overeenstemming met nieuwe Europese regelgeving hebben vele brokers hun loyaliteitsprogramma's en bonussen voor retail traders moeten schrappen. Voor professionele traders echter zijn er aantrekkelijke loyaliteitsprogramma's beschikbaar die compensatie bieden voor uw transacties. Daarnaast organiseert Admiral Markets als topbroker voor haar vaste klanten regelmatig stortingsbonussen. Zo ontvangt de broker bovenop de storting een bonusbedrag van Admiral Markets. Tevens bieden wij voor professionele cliënten speciale Admiral Market Pro programma's. Wees u er wel van bewust dat professionele traders over het algemeen minder bescherming geboden wordt. Admiral Markets biedt haar professionele cliënten voorwaarden die gunstiger zijn dan waartoe zij wettelijk verplicht zijn. Mocht u als ervaren trader geïnteresseerd zijn om uw status te formaliseren en als professioneel trader aangemerkt te worden, is het raadzaam uzelf te informeren over de voor- en nadelen hiervan. U geniet minder bescherming dan u als retail cliënt doet en er zijn bepaalde voorwaarden aan welke u moet voldoen om in aanmerking te komen. Lees deze voorwaarden op onze website. Mocht u de overstap willen maken of overwegen, lees dan de informatie op onze website en kijk nogmaals naar de voorwaarden.
Verdiepende toepassing zijn de regulatieve informatie omtrent dit onderwerp. Indien u overtuigd bent van de voordelen van forex trading en de volgende stap wil maken, vraagt u zich wellicht af wat de volgende stap is en hoe u aan de slag kan. Het is raadzaam de valutamarkt goed te bestuderen en begrip van de dynamiek te vergaren voordat u overgaat tot investering. Forex trading is risicovol. Wij wijzen u daarom nogmaals op de mogelijkheid tot het openen van een risicovrij demo-account. U kunt dan aan de slag met trading met een virtuele balans. Mocht u naar aanleiding van deze video enige vragen hebben omtrent de inhoud, laat dan gerust een comment achter of stuur een e-mail. Voor hulp en assistentie bij het openen van uw tradingaccount of praktische vragen omtrent het gebruik daarvan, staat ons deskundige team van Admiral Markets Nederland voor u klaar. U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail. De contactgegevens kunt u hier op het scherm nalezen. Wilt u meer horen van Admiral Markets Nederland? Abonneer u dan gratis en vrijblijvend op ons YouTube-kanaal. Onze abonnees worden direct genotificeerd van nieuwe updates en hoeven geen informatie, nuttige tips of tradeverslagen te missen. Wij zien u graag terug bij een volgende video.